Hi groep 7, ik ga de instructie doen van taal en dat is van thema 5, week 2, les 7. Het doel van vandaag is dat jullie leren hoe je met een voegwoord, sommige voegwoorden kunt gebruiken om twee zinnen bij elkaar te plakken. En ik ga jullie meenemen naar de les, dus zorg dat je je spullen voor je hebt en dat je mee kan kijken. Ik schuif deze even aan de kant. En dan gaan we even kijken hier bij het stukje taal verkennen. Dit ga je leren. Ik heb het net al een beetje verteld, maar je komt hier nog een keer. Je leert dat sommige voegwoorden een hoofdzin en een bijzin samenvoegen. Dus eigenlijk heb je een hoofdzin, je hebt een bijzin en door een voegwoord kun je die twee samenvoegen. En dan krijg je één zin. Nou, het is wel handig om te weten wat is nou een hoofdzin en een bijzin. Een hoofdzin is de zin die het belangrijkste is van de twee. En voor de kinderen die het fijn vinden om nog iets extra's daarover te weten, is, dat krijg je vooral ook in groep 8 straks, is dat een hoofdzin dat je die kan herkennen door de persoonsvorm en het onderwerp eerst op te zoeken. Als je namelijk weet in een zin wat het onderwerp is en wat de persoonsvorm is, dan kijk je of die twee heel ver uit elkaar staan of dat ze dicht bij elkaar staan. Staan de onderwerp en de persoonsvorm dicht bij elkaar in een zin, dan heb je te maken met de hoofdzin. Staan ze ver uit elkaar, dan heb je waarschijnlijk te maken met de bijzin. Dat even iets extra's. Wat jullie voor vandaag moeten weten, is dat het voegwoord het verband uitlegt tussen de hoofdzin en de bijzin. De voegwoorden omdat, doordat, zodat en opdat geven aan waarom iets gebeurt, of gebeurd is, of zal gaan gebeuren. En nou zijn de eerste drie, die zijn bij jullie best wel bekend, die ken je wel. Opdat wordt iets minder vaak gebruikt, is misschien iets formeler, maar is wel handig dat je die weet. Vandaar dat die ook gewoon hier aangeboden wordt. Ik spreek af omdat ik hem aardig vind. Nou, het woordje omdat, het voegwoord omdat, geeft in dit geval een reden aan. Doordat de computer stuk was, is ons werkstuk niet af. Nou, in dit geval geeft het voegwoord doordat een oorzaak aan. Het fietspad was glad, zodat alle fietsers moesten afstappen. In dit geval is het woordje zodat een gevolg. Hij leert hard, opdat hij een voldoende haalt. Het woordje opdat geeft een doel aan. Het staat hier ook, het heeft als doel om te bereiken dat. En als laatste puntje, als je van een samengestelde zin twee zinnen zou maken, dus je hebt zeg maar die zin en je haalt ze weer uit elkaar, je maakt er twee zinnen van, dan hou je één ding over en dat is het voegwoord. We gaan naar links, we gaan kijken of we het even kunnen proberen, wat we net gehoord hebben. Wat jij moet doen is een aantal dingen. Je hebt voor dit straks je onderwerp nodig, je moet weten hoe je een persoonsvorm zoekt en je hebt nodig dat je weet dus wat is een hoofdzin. Ik heb net al verteld de belangrijkste zin van die twee. En wil je het echt nog checken, ga je dus ook sowieso de persoonsvorm en het onderwerp opzoeken om te kijken, staan ze dicht bij elkaar? Dan weet je het helemaal zeker. Nou, je moet hier ook het onderwerp en de persoonsvorm opzoeken. Hoe doe ik dat ook alweer? Ik ga als eerste de persoonsvorm opzoeken. De persoonsvorm vind ik door de zin vragend te maken. Heb ik de zin vragend gemaakt, kijk ik in de zin wat het eerste werkwoord is wat ik tegenkom in de zin. Hij staat meestal vooraan en dat is mijn persoonsvorm. Hoe vind ik het onderwerp? Daar heb ik de persoonsvorm bij nodig, want ik stel mezelf de vraag wie of wat plus persoonsvorm. En dan krijg je wie of wat doet dat dan. En dan heb je je onderwerp. En als je dan dus ziet dat die twee heel dicht bij elkaar liggen in een zin, heb je de hoofdzin. Nou, wat moet je vervolgens doen als je dat gedaan hebt? Dan moet je het goede voegwoord kiezen. En je mag kiezen uit die vier die je daar ziet. Bijvoorbeeld 1 gaan we even samen doen. Hij laat de koning komen, puntje, 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 hij zijn prototype demonstreert. Nou, in dit geval moet je omdat invullen. Hij laat de koning komen, omdat hij zijn prototype demonstreert. Doe het zo, je hoeft niet alles op te schrijven. Je schrijft alleen even op nummer 1 van zin 1. Je schrijft het onderwerp op, dat is in dit geval hij. Je schrijft de persoonsvorm op, dat is laat. Je ziet ook dat ze in deze zin ook dicht bij elkaar staan. En je schrijft het voegwoord erachter. Dat is wat je hier gaat doen. En daarna mag je door naar opdracht 1. Die ga ik ook met jullie doornemen. Dat is deze. Opdracht 2 ga je maken en ook opdracht 3.
Opdracht 1. Ik neem hem even door voor de kinderen die dat fijn vinden. Hier moet je het goede voegwoord opschrijven. Je ziet twee blauwe woorden steeds per zin. Eén van de twee past het beste en jij gaat opschrijven welke dat volgens jou is. Lees de zin goed door met dat voegwoord, zodat je ook voelt of hoort dat die goed is. Dan ga je naar 2. Hier zie je nog even dat het woordje de oorzaak wordt uitgelegd. En bij 2a staat, schrijf het onderwerp en de persoonsvorm van de hoofdzin op. En kies het goede voegwoord. Kies uit door dat, omdat, zodat, opdat. Eigenlijk heb je dat net al gedaan, maar even proberen. Er is een tip, want soms passen er 2 voegwoorden in. Maar jij kiest degene waarvan je denkt, die past het beste in mijn zin. Nou, wat moet je bijvoorbeeld weer doen? De thermometer is functioneel, puntje, puntje, puntje. Hij exact de temperatuur aangeeft. Je hoeft alleen maar op te schrijven het onderwerp en de persoonsvorm. En daarachter schrijf je het voegwoord op. Dat doe je ook met alle andere zinnen. Ik sta nu voor B. Ik kan het lezen, jullie denk ik nu niet, want ik sta ervoor met mijn hoofd. Maar ik heb het net geprobeerd om mezelf hier weg te halen. Toen was ik het hele filmpje kwijt, dus dat ga ik nu niet doen. Lees maar mee bij B. Daar staat, kijk naar de zinnen bij opdracht 2a. Dus deze. Waar staat het voegwoord? Nou, en dan kun je kiezen uit 3 dingen. Gaan we naar opdracht 3. Maak van de 2 zinnen 1 zin met een voegwoord en onderstreep het voegwoord. Weer kiezen uit die 4 voegwoorden die je al hebt gehad vandaag. Doe het zo. 1. Serena bedenkt een anti-slipmat. Punt. Niemand kan meer uitglijden. Punt. Dit zijn nu 2 zinnen. Eentje daarvan is de hoofdzin, de ander is de bijzin. En jullie gaan daar een voegwoord bij plakken, zodat het 1 zin wordt. En ja, hier moet je de hele zin opschrijven. Denk aan de hoofdletter, denk aan de punt, denk ook aan de komma in het midden en dat daarachter het voegwoord komt. Oh, en nog allerlaatste dingetje, onderstreep het voegwoord. Ja, heel veel succes en als er vragen zijn, dan horen we het graag. Succes met alles, zet hem op.